Veel mensen luisteren naar Domstad Radio. En voor veel mensen betekent dat heel veel. Het is vrijdagavond en de week zit er ook. DJ Michelle met de honger. Dat zing ik ook zelf. Domstad Radio is ontstaan uit een initiatief van Michel en Chris. Ik dus en Chris, die is er vandaag niet bij. Die draaien op een mooie voorjaarsdag. Hebben wij via Facebook een vrijmibo gedraaid. Even aan te geven, vroeger, een jaar geleden, toen dat hele corona-verhaal begon. Toen deden we, ik met mijn vrouw, altijd samen een vrijdagmiddagborreltje. En altijd lekkere muziek erbij gedraaid. En op een gegeven moment zegt ze van, ja, daar moeten we iets mee doen. En toen zijn we tot op het idee gekomen om dat eerst maar via Facebook te doen. En toen hebben we, daaruit is Domstad Radio ontstaan. Zo, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Goedenavond allemaal. Goedenavond allemaal en welkom bij de jubileumuitzending van Domstad Radio. Jubileum? Jazeker. Jazeker. Vroeg ook Radio Domstad. Nu is het Domstad Radio. Heeft dat met elkaar iets te betekenen? Dat heeft zeker met elkaar te maken. Ik vroeg als jochie van een jaar of 10, 1979, dan kun je uitrekenen wat mijn leeftijd ongeveer is. Ging met mijn moeder aan de hand naar het Smaragdplein. Ik woonde in Ograven. En daar stond op de braderie Radio Domstad te draaien. En toevallig kreeg ik ook contact met Gert Polman destijds, de oprichter van Radio Domstad. En heb met hem gesproken en hij was ook heel enthousiast. En eigenlijk zo zijn we ook op die naam gekomen. Ik heb aardig wat mensen gesproken uit Overvecht die jullie volgen. Ja, als je luistert en je woont in Overvecht of je woont in Zuilen, dan mag je bellen naar 0. Er zijn heel veel luisteraars uit Overvecht, uit Zuilen. Hoe hebben zij Domstad Radio gevonden? Onder andere via Facebook, via Instagram. We hebben een vrij grote vriendenkring en familie. Die hebben alles gedeeld, geliked, noem maar op. En natuurlijk ook collega's van elkaar. En zo zagen we dat steeds die groep groter werd. En aangezien we veel vrienden en bekenden hebben in Zuilen en in Overvecht, is het vanzelfsprekend dat hoger is als in de rest van Utrecht. Ja, hallo John. Je bent een luisteraar van Domstad Utrecht. Waarom? Omdat ik oude herinneringen aan Domstad Radio heb. Jullie zijn een vereniging? Ja, wij zijn een vereniging. De DJ's en alles, het is allemaal vrijwilligerswerk. Wij zijn dus ook altijd op zoek naar nieuwe DJ's. Vooral voor onze live programma's, wat we al genoemd hebben. Maar ook naar donateurs, sponsoren en uiteraard naar leden. Ja, en je kan bij ons al lid worden voor 50 cent per week. Wat hebben we nog meer in de show, Noki? Nou, dat ga ik even jullie vertellen. Want vanavond hebben we natuurlijk de weetjes. En hoe zien die programma's eruit? We hebben op de vrijdag gaan we krijgen Harry en John. Met Harry en John het weekend in. Nou, dat wordt een hilarisch programma. Dat is roddel, achterklap en lekkere muziek. En die mannen die zitten in de artiestenwereld. Dus die weten heel veel dingen die wij niet weten. Ze gaan natuurlijk niet tot in detail alles vertellen. Maar het kan wel heel erg leuk worden. Hoe kunnen ze jullie vinden? Ze kunnen ons vinden gewoon via domstadradio.nl. Maar ook via MyTuner. Via Duke en Radionet. Ik denk dat we genoeg hebben geluld, Michelle. Ik denk het ook. Start er maar weer eens eens in. Dua Lipa en Don't Start Now. Nou, de kop is weer af. Ja. Yes. Ja, hè? Zo.